Vier ministers hebben op 18 september 2024 een overeenkomst ondertekend om het makkelijker te maken voor buitenlanders om in Suriname te werken via een versnelde procedure voor werk- en verblijfsvergunningen. De regeling is ook bedoeld voor bedrijven met minimaal 20 werknemers. De ministers Ramdin, Amoxi, Somohardjo en McAndrew willen hiermee Suriname aantrekkelijker maken voor investeerders. Het nieuwe protocol treedt op 1 november 2024 in werking en richt zich op snellere afhandeling zonder de wetgeving te schenden. Een delegatie van de Nationale UNESCO-commissie Suriname nam deel aan het World Tourism Event van 12 tot 14 september 2024 in Genua, Italië, om de drie Surinaamse UNESCO-werelderfgoedsites te promoten. De delegatie benadrukte het belang van duurzaam toerisme en betrokkenheid van lokale gemeenschappen. De Caribbean Tourism Organization, CTO, waarschuwde voor uitdagingen als globalisering en het verlies van culturele identiteit. Aanbevelingen omvatten de oprichting van culturele hubs en het integreren van cultuuronderwijs in het schoolsysteem. Ambassadeur Miriam McIntosh nam op 18 september 2024 namens Suriname deel aan een side-event van het Bevolkingsfonds tijdens de Summit of the Future in New York. Het event richtte zich op verbetering van maternale gezondheid voor vrouwen en meisjes van Afrikaanse afkomst. McIntosh benadrukte de vooruitgang en uitdagingen in Suriname, vooral voor gemeenschappen in het binnenland. Tijdens het evenement werd ook een wereldwijd platform gelanceerd voor samenwerking en solidariteit op het gebied van maternale gezondheid.